Terrasor, marvelous ideas. Exclusive marble at lowest prices in Europe. Flooring, kitchen counters, and bathrooms. Strong capabilities in cut-to-size marble floors starting at 39 euros per square meter. Deliveries throughout Europe. Get your quotation within 24 hours on the Terrasor Marble website or on the phone number on the screen. Libo Apps. Libo Apps combines functionality, usability, and reliability with great design. With the help of 14 experts in the field of informational technologies, the app you desire will be developed to fit you and your targeted audience. We've previously worked with Assyria TV and Nikola Tesla Museum. Libo Apps specialize in everything from mobile app development to mobile games, backend services, UX/UI design, and AR/VR. For more information, visit our website libo-apps.com. If you're interested in our services, don't hesitate to contact us on info@libo-apps.com or on our phone number, which you can find on the screen. Beste kijkers, welkom op Assyria TV. Vandaag de gast bij ons, Vladimir Voskanyan, een overledene van de cyclo van 1915. Welkom, Vladimir. Als eerst wil ik u vragen stellen over hoe verklaar je dat zoveel Armeniërs in een land wonen dat omgeven is door Azerbeidzjan? Nu, ik moet duidelijk erin zijn, we spreken over etnische Armeniërs. Dus de regio Artsakh, wat wel internationaal gekend is als Nagorno-Karabakh, bestond altijd uit overgrote meerderheid van Armeniërs. Dus meer specifiek over 95%. Bovendien, we moeten vermelden dat er ook Armeense kerken zijn van 5e eeuw. Zelfs van 4e eeuw soms te vinden ook. We spreken ook over begraafplaatsen van 5e eeuw, Armeense begraafplaatsen. En de algemene taal daar, lokaal, was enkel en alleen Armeens, de hele tijd. Dus wij spreken over effectief Armeense grondgebieden. Daarnaast wil ik u bijvertellen dat we mogen het feit dat Azerbeidzjan opgericht is in 1918 niet vergeten. Dat is een land die opgericht is net na de Eerste Wereldoorlog en werd vernoemd als Azerbeidzjan, omdat er verschillende islamitische volkeren daar woonden en die zijn allemaal gegroepeerd en een land gecreëerd in 1918. Ja? Maar daarnaast, de Armeense geschiedenis dateert van duizenden jaren. Ja? En sinds wanneer eist het Armeense volk van Artsakh zijn onafhankelijkheid op? Nu, na de val van de Sovjet-Unie, 1991, verklaarde Azerbeidzjan, of laten we zeggen, veroverde Azerbeidzjan zijn vrijheid van de Sovjet-Unie. Maar tegelijkertijd veroverde ook Artsakh zijn vrijheid van de Sovjet-Unie. Dus tijdens de Sovjet-Unie, laat me specifiek zijn, in 1922 gaf Stalin Artsakh en nog een ander deel van Armenië Nakhichevan aan Azerbeidzjan. Waarom? Omdat Armenië een van de laatste, of laten we zeggen de laatste land in Caucasus, in Zuid-Caucasus was, die veroverd werd door het Rode Leger. Als, laten we zeggen, misschien mag je dat niet gebruiken, maar als straf gaf Stalin een deel van Armenië aan Azerbeidzjan in 1922, na de oprichting van het land zelf. En de huidige situatie in dat gebied, gaat het om een conflict of een agressie? Nu, ik denk dat je de beide woorden kunt gezamenlijk gebruiken. Wat na staakt het vuren in 1994 kleinere schermutselingen waren, conflicten waren van kortstondige duur, is deze keer zeker en vast
harder ontwikkeld naar een grotere agressiecampagne. Nu, we spreken hier over een goed gepland, op voorhand geplande aanvalsactie van Azerbeidzjan, die gesteund wordt door een derde land eigenlijk. Ik ga er zeer duidelijk in zijn, die gesteund wordt door Turkije. Nu, ze hebben daar een geplande actie uitgevoerd over de hele breedte van de Artsakh-grens. Dus over de volledige grens van Artsakh hebben ze eigenlijk aangevallen. Deze wordt wel volledig gesteund door het Turkse leger. En Turkije importeert, dat ons zeggen, recruteert terroristen vanuit Syrië. En ondertussen heb ik al gehoord dat er ook vanuit Pakistan en verdere landen ook geïmporteerd worden om te vechten tegen Armeniërs eigenlijk. En heeft Armeniërs de transitheid van lokale volkeren zoals de Assyriërs of de Georgianen? Dus inwoners van Armenië zelf. Dus Armenië bestaat eigenlijk over een grote meerderheid van Armeniërs, wat er vanzelfsprekend is. Maar we hebben ook kleinere gemeenschappen, minderheden, zoals Assyriërs, zoals Koerden, zoals Jezidien, die nu mee met ons aan de frontlinie meevechten. Maar ik wil wel duidelijk erbij zijn, dat zijn vrijwilligers. Hè? Dus vrijwillige Assyriërs, vrijwillige Koerden, vrijwillige Jezidien, die nu aan de frontlinie, samen met de Armeense broeders, noemen ze zo, aan de linie vechten tegen Azerbeidzjan en tegen het Turkse leger en tegen de terroristen eigenlijk. Dus, ja. We zijn met de jaren wat samengegroeid, hè, na de genocide van 1915. Inderdaad. Ja. Dus, en kan u me vertellen, wat is het verschil tussen wat er vandaag de dag gebeurt en de conflict van in de 30 jaar? Nu, de conflict van 30 jaar geleden, daar kunnen we spreken over na de val van de Sovjet-Unie eigenlijk, toen na de onafhankelijkheidsverklaring van Azerbeidzjan en Artsakh, en Armenië vanzelfsprekend ook, Azerbeidzjan niet kon accepteren dat Artsakh een deel van toenmalige Sovjet-Azerbeidzjan los kwam eigenlijk te liggen en die wouden zich aansluiten bij Armenië. Dus ze hebben dat nooit niet kunnen verteren, laat ons zeggen, en ze zijn de minderheid als Artsakh aangevallen, eigenlijk Nagorno-Karabakh aangevallen. Dat was de kwestie. En toen zijn er ook zelfs 30.000 overledenen, 30.000 slachtoffers gevallen eigenlijk tijdens die oorlog. Maar in 1994 was er een staakt-het-vuren ondertekend. En sindsdien hebben we, laten we zeggen, de facto ontstond eigenlijk een republiek Artsakh, republiek Nagorno-Karabakh. Hè? De facto, die bestaat tot vandaag ook. Hè? Alleen internationaal werd dat niet herkend. Maar wat het huidige situatie betreft, we kunnen spreken niet over een oorlog van toenmalige schaal, maar we spreken over een veel grotere oorlog. Hier spreken we over een vijfde generatie van militaire acties. Hier worden hoogtechnologische technieken toegepast, hoogtechnologische wapens ingezet eigenlijk, drones ingezet, kamikaze-drones. Hier worden zelfs verboden wapens gebruikt door Azerbeidzjan, clusterbommen, die internationaal verboden en veroordeeld wordt eigenlijk. Dus dat is compleet verboden. Sinds 2008, internationale wetgeving, internationaal recht heeft gezegd dat het eigenlijk verboden is om toegepast te worden, omdat het veel te veel burgers als slachtoffer maakt. Dus we spreken hier over veel grotere schaal van actie van Azerbeidzjan. En laat ons eens verdiepen met de rol van Rusland in dit conflict. Ja. Wat zijn de betrekkingen van Armenië met Rusland? Nu, we moeten spreken over het feit dat Armenië ook lid is van CVVO, Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, waarbij dat Rusland en Armenië en nog andere landen deel uitmaken. Hè? Dat wil zeggen dat, om het even welke lid van de CVVO die in oorlog is met een andere land eigenlijk, dat ze elkaar militair ondersteunen. Hè? Dat is te vergelijken met NATO, waar Turkije in zit. Hè? Dus ja. De facto, de Turkse leger behoort tot NATO-leger. Hè? Dat was daarbij. Dus heeft Armenië samen met Rusland bepaalde resoluties afgesloten? Ja, inderdaad. Ja.
onder de verdrag van CVVO, ja. En wat zijn de betrekkingen van Azerbeidzjan met Rusland? Nu, de betrekkingen van Azerbeidzjan met Rusland zijn zeer simpel te verklaren. Het zijn puur economische betrekkingen. Je mag niet vergeten dat Azerbeidzjan gas en olie exporteert. Hè? Dus daar zijn enkel en alleen economische betrekkingen tussen elkaar. En Azerbeidzjan koopt ook wapens in Rusland, bij Russische producenten. En wat is de huidige rol van Turkije in deze agressie? Waarom is Erdogan zo betrokken bij deze agressie? Nu, de huidige rol van Turkije in Zuid-Kaukasus, de inmenging van Turkse inmenging in Zuid-Kaukasus, kan ik u in verschillende punten uitleggen. Er zijn zoveel redenen die Turkije heeft om zich bij te mengen. Nu, officieel verklaart Turkije dat zijn actie bedoeld is om internationale infrastructuur te beschermen. Dit is punt 1 dat ik wou aanhalen. We mogen niet vergeten dat South Stream, dus South Stream dat via vanuit Azerbeidzjan vertrekt en zo naar Georgië gaat en dan Turkse en Oekraïnse wateren en zo doorkomt naar Europa, zijn oorsprong kent in Azerbeidzjan, zoals ik gezegd heb. Dus hoogstwaarschijnlijk bedoelt hem de internationale infrastructuur, de pijpleidingen van olie en gas van South Stream. Natuurlijk willen alle grootmachten daar hun inzage en hun macht erover hebben. Hè. Dat is nu één. De tweede, ook, daar is ook een machtsspel tussen Erdogan en Poetin, die reeds al enkele jaren aan de gang is. En hoogstwaarschijnlijk wil Erdogan daarmee bewijzen dat hem Poetin aan kan. Ja. Nu zien we ook dat Erdogan in sommige uitspraken het woord leftovers of the sword gebruikt. Ja. Ja. Dat zijn mensen, hij bedoelt daarmee mensen die de genocide overleefd hebben. Beide uitspraken verwijzen naar de genocide van de Armeniërs, Assyriërs, Grieken en andere christenen. Hoe verklaar je zoveel banden tussen de Azerbeidzjans en het Turks volk? Nu, om even over de leftovers the sword te spreken, dat is een uitspraak dat gemaakt werd na de genocide in 1915. Hè. Dus laten we zeggen, de Armeense genocide, wat grotendeels genoemd wordt, omdat er 1,5 miljoen Armeniërs vermoord zijn, maar daarnaast ook 300.000 Assyriërs en Grieken vermoord zijn. Dus christenen in het algemeen zijn vermoord. En leftovers the sword, dat zijn mensen die de kans hebben gehad om te vluchten. Dus leftover swords, dat is een uitspraak dat Erdogan nu maakt, die verwijst naar de genocide. Buiten de uitspraak leftover swords heeft hem ook uitspraken gedaan zoals wat onze voorouderen begonnen zijn, gaan wij nu afmaken. Dus wij kunnen uit zijn uitspraken... Dat is toch geen toeval dat de genocide bijvoorbeeld bij ons zijfel noemt. Zijfel betekent zoveel als zwaar. En hij zegt dan duidelijk overblijfsel van het zwaard in Turks. Hoe dat ik het heb vernomen, hoe dat ik het interpreteer, is dat meer een schildwoord. Zij gebruiken als een schildwoord, ongetwijfeld. Hè? Ongetwijfeld, want ze hebben dat nooit niet kunnen verteren dat toch Armeniërs dit grote massale genocide overleefd hebben. Hè? Laat ons niet vergeten, dit jaar hebben we 105 jaar de genocide mogen, vieren is het misschien een verkeerde woord, maar herdenken is het juiste woord hier. Hè? De 105 jaar herdenking van genocide, waarbij dat miljoenen mensen vermoord zijn. En Turkije kan daar nog altijd niet mee leven. En ze verwijzen nu, en dat maakt ons als land, als Armenië, ook een beetje ongemakkelijk in deze situatie. Als zij nu de genocide willen verder uitrollen, 21ste eeuw, hè? Waar alles zichtbaar, alles toegankelijk is, waar alles momenteel aan een ronde tafel zou opgelost worden, gaan zij eigenlijk genocide verder uitrollen? Dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. En dat kunnen we nooit meer toelaten. Daar ben ik mee eens. Maar laat het ons verder verdiepen in het conflict. Hoe verklaar je zoveel banden tussen het Azerbeidzjaanse en het Turkse volk? Ja,
Dus Azerbeidzjaans en Turks volk, uit historisch gezien zelfs, zijn dat broederlanden. Hè? Dus ze spreken dezelfde taal, ze hebben hetzelfde geloof, ze hebben dezelfde etnische afkomst. Alleen hebben ze twee verschillende landen, spreken ze over twee verschillende landen, dus broeders eigenlijk. Ze beschouwen hun eigen broeders eigenlijk. Ja. Dus dat is de grootste reden van hun banden. Ja. Excuseer. Laat ons het hebben over de aanwezigheid en van terroristen in dit conflict. Wat weten we over de aanwezigheid van terroristen die uit Syrië komen om de Armeniërs te bestrijden in Artsakh? Ja, ja, we weten nu over algemeen, en het is ondertussen ook internationaal gekend, zelfs Frankrijk en Rusland hebben officieel daarover uitspraken gedaan, dat het bewezen is dat er terroristen vanuit Syrië, Libië, gerekruteerd worden door Turkse veiligheidsbedrijven, spreken ze eigenlijk daarover. En ze worden overgebracht naar Azerbeidzjan om te vechten tegen Armeniërs. Ondertussen is er sprake van tussen 4.000 à 10.000 gerekruteerden. En worden inmiddels ook vanuit Pakistan en andere landen ook gerekruteerd. Nu, Afghanistan ook, inderdaad. Ja, Afghanistan ook, inderdaad. Nu, als je de reportering en de informatie van de Armeense langs de Armeense kant hoort, we spreken over 4.000 soldaten die langs de Azerbeidzjans kant gesneuveld zijn. Hè? Waarom haal ik het aan eigenlijk? Dit bewijst effectief de aantal gesneuvelde Azeri-leger, laat ons zeggen, waar de grote meerderheid van de gesneuvelde Arabisch spraak, onder invloed van verschillende soorten drugs waren, enzovoort enzovoort. Maar die worden allemaal gecontroleerd en begeleid door het Turkse leger, op achterlinie eigenlijk. Ja. Dus over de inmenging van Turkije met recrutering van de islamitische strijders, zal ik zeggen, of islamitische strijders is misschien verkeerd gezegd, maar door terroristische strijders is meer dan bewezen. Oké. Vladimir, dan bedank ik mij recht hartelijk voor alle informaties en voor de uitleg die dat u ons gegeven hebt. En verder wil ik me ook bij alle kijkers bedanken van Assyria TV. Hopelijk tot de volgende keer. Tot die verder mee.